goed, dus jij hebt nu een verwijzing van mij nodig, huisarts, voor de verwijzing van de zorgverlener waar ik jou toch de vorige keer naar door had verwezen. Even kijken hoor. Ja, en, ja. En deze zorgverlener die verwijst of adviseert jou naar de volgende zorgverlener. En die zorgverlener wil weer een verwijzing van mij naar. Oh, nee, zij verwijst. Oh, de andere zorgverlener verwijst jou dan weer om jou door te verwijzen via de. Ja, dat hoeft dus niet. Nee. Nee, nee, daar is ook een site voor. Daar kun je het allemaal terugvinden. Verwijsafspraken.nl. Want wij als huisarts hebben hier echt onze handen of wachtkamers vol mee, zou ik maar zeggen. Of dus belafspraken. Dit had ook telefonisch gekund. Maar ja, ik vind het ook vervelend voor jou, want jij zit er meer tussen. Maar dit hoeft dus niet. Want ik. Dus de huisarts verwijst jou. En natuurlijk, als er iets nieuws is, moet je wel weer. Natuurlijk wordt het doorverwezen als er weer iets nieuws is. Maar als het alweer op gang is en zij verwijzen je dan door, ja, dan denk je heel vaak, oh, dan ga je weer naar de huisarts. Lekker makkelijk. Maar dat, nou ja, dat hoeft dus niet. Maar in dit geval, maar al, ja, dus geef mij anders ook maar gewoon het telefoonnummer. Als dat dan helpt, dan help ik je daarmee. Maar dat hoeft dus niet, want de verwijzing is dus al eigenlijk verwezen, zal ik maar zeggen. Nou, dan moet ik nu verder, want de hele wachtkamer zit vol. Dus, nou, heel veel succes ermee. Pardon.